welkom bij deze nieuwe extra video deze week. Normaal post ik alleen op woensdagen en zondagen, maar vandaag is het maandag, want ik heb weer een extra video in samenwerking met Ethos. Vandaag ga ik het hebben over een droge huid. Als je me al lang volgt, weet je dat ik altijd al een droge huid heb gehad. Het gaat nou iets beter. Vroeger was het echt gewoon super droog. En nou is mijn huid meer normaal richting droog. En daar heb ik wel wat voor moeten doen. En vooral ook skincare. Ik behandel skincare niet heel vaak in mijn video's, maar vooral voor mensen met een droge huid, maar ook met een hele vettige huid, is skincare heel belangrijk, want dat bepaalt echt hoe jouw huid gaat zijn elke dag. Heb jij nou een vettige huid en bekijk je deze video om welke reden dan ook, je kunt gewoon alles wat ik zeg omdraaien. Dus als ik bijvoorbeeld zeg hydraterend, kun jij iets mats pakken. Draai gewoon alles om, zodat het ook ideaal gaat zijn voor de vettige huid. Maar ik ga het vandaag echt puur hebben over de droge huid. Vooral in de winter is iedereen's huid nog extra droog. Dus ja, het is wel een goede video om te maken, leek mij. En omdat het in samenwerking is met Ethos, is alles wat ik vandaag laat zien te koop bij de Ethos en ook dus betaalbaar. Dat is altijd leuk. Dus vergeet niet te liken en te abonneren en dan beginnen we snel met de video. Oké, mensen, ik ga eerst beginnen met een klein stukje skincare. Als je je huidtype een beetje wilt veranderen, is dat het belangrijkste. Ik had altijd een hele droge huid, omdat ik niet echt iets deed qua skincare. Ik deed echt helemaal niks wat goed zou zijn voor de droge huid, maar nou wel. Nou, ik heb nou nog helemaal niks op mijn gezicht. Het is gewoon helemaal blanco. Als je een droge huid hebt, is het heel goed om 1 keer of 2 keer in de week, ik doe altijd 1 keer, je gezicht te scrubben. Ik gebruik daarvoor de Essence Into Snow Glow Scrub. Dit is een glitter suiker scrub. Los van het feit dat het er echt super cute uitziet, is hij ook echt heel fijn voor de huid. Het is dus een paarse glitterige substantie. Er blijft ook erna vaak nog een beetje glitter zitten op mijn huid. Maar ja, daar stoor ik me niet per se aan. Ik vind het wel cute. En dit smeer ik dan helemaal over mijn hele gezicht. Je hebt van deze lijn ook een masker, maar die vind ik echt niet fijn. Die heb ik 1 keer gebruikt en werkte echt totaal niet. Maar deze scrub is zo fijn. En hiermee doe ik dan gewoon 1 keer in de week mijn gezicht scrubben. Ik ga er gewoon zo overheen met mijn handen over mijn hele gezicht. Doe dit niet te lang, want anders scrub je je huid helemaal kapot en dat wil je ook weer niet. Je wilt gewoon dat alle droge plekjes op je huid er zo af worden gescrubd, zodat je niet van die vieze droge velletjes hebt op je gezicht. Want dat is nooit fijn als je je make-up opdoet, want die zijn dan altijd super goed te zien. En deze scrub is echt maar 2 euro nog wel. Super goedkoop, I really like it. Nou, als ik het dan helemaal in heb gescrubd, was ik het eraf met lauw water. Nou, ik heb het eraf gewassen en mijn huid voelt nou super zacht. Ik vind het altijd zo fijn hoe mijn huid aanvoelt als ik heb gescrubt. En wat ik dan ook nog doe, 1 keer in de week. Ook dit mag 2 keer, maar ik doe altijd 1 keer. En dat is een hydraterend masker gebruiken. Qua maskers, ik raad dat sowieso voor iedereen aan. Doe 1 keer per week een maskertje die geschikt is voor jouw huid. Heb je een droge huid, pak je een hydraterend masker. Heb je een hele vettige huid, pak je een matterend masker. Heb je een heel onrustige huid en een viezige huid, dan pak je een reinigend masker. Doe gewoon wat past bij jou. Voor de mensen voor de droge huid heb ik een hele goede hydraterend masker. Dit is de Garnier Skin Active Mask Hydra Bomb. Dit is een maskertje van slechts 3 euro en er staat ook op Hydra Bomb. Dus ideaal voor een droge huid, aangezien die heel erg hydrateert. Wat ik persoonlijk ook fijn vind is dat het een sheet mask is. Een sheet mask is dus gewoon zo'n papiertje die je op je huid aanbrengt. Het is een blauwig masker. En dan moet je zo de 2 velletjes van elkaar aftrekken. En het blauwe mag weg en de witte moet je op je gezicht aanbrengen. Hij ruikt ook super lekker. Druk hem dan goed in je huid, zodat hij goed blijft zitten op je gezicht. Nou, ik zie er dus zo weer heel knap uit. En op de beschrijving staat, dit tissue masker is doordrenkt met ultra hydraterend serum, verrijkt met granaatappel en hyaluronzuur. Wanneer het is aangebracht op de huid, werkt het als een hydraterend compress dat continu het serum efficiënt verspreidt, geschikt voor elke huid. Type zelfs voor de gevoelige huid. Nou, hij is dus geschikt voor elke huid, maar extra goed voor de droge huid. Ik ga hem even een kwartiertje erop laten, kom ik zo bij jullie terug. Nou, het zit er een kwartier op, dus het mag eraf. En dan wat er nog op je gezicht zit, kun je een beetje insmeren. Je hoeft het er niet af te wassen. En ik doe het ook altijd zo een beetje naar mijn nek. En als er echt nog te veel op je huid zit, kun je de rest er een beetje afhalen.
met een wattenschijfje. Nou, als je dit doet in de avond, kun je gewoon je nachtcreme nu aanbrengen en gewoon lekker gaan slapen. Maar als je dit doet in de ochtend of gewoon voordat je je make-up op gaat doen, zoals ik nu doe, kun je je dagcreme aanbrengen. In heel deze video is mijn dagcreme het enige wat niet goedkoop is en niet te koop is bij de Ethos. Want ik wil wel echt mijn echte dagcreme aanraden en niet gewoon eentje halen, één dag gebruiken en die al aanraden. En als dagcreme gebruik ik de Clinique Hydrating Jelly. Zoals je het al zegt, hydrating, super fijn voor de droge huid. Ik pak altijd twee pompjes en die breng ik dan aan over mijn hele gezicht. Wat ik ook heel fijn vind aan dit is dat die snel intrekt in de huid. Dus je hoeft niet een uur te wachten voordat je begint met je make-up. Ook altijd voordat ik mijn make-up begin doe ik ook een balmpje op mijn lippen. Want mijn lippen zijn ook altijd droog en zo hebben mijn lippen de tijd om een beetje gehydrateerd te worden terwijl ik me opmaak. Ik gebruik gewoon de Essence My Beauty Lip Ritual Moisturizing Lip Balm. Het is echt een heel verhaal. Deze is ook super goedkoop. En die breng ik gewoon aan op mijn lippen. Oké, mijn gezicht voelt nou lekker zacht en gehydrateerd aan. Ook een beetje plakkerig. Is ook fijn als je je make-up gaat aanbrengen. Ik ga heel even snel mijn wenkbrauwen doen. Kom ik zo bij jullie terug. Oké, nou mijn skincare is klaar. Mijn wenkbrauwen zitten erop. Dus we kunnen eindelijk beginnen met mijn make-up. Ik ga me vandaag vooral focussen op mijn huid. Het gaat vandaag niet om mijn oogmake-up. Want dat heeft verder niks te maken met een droge huid. Dus we focussen ons vandaag echt op het gezicht. Ik ga mijn gezicht primen met de Essence Fresh and Fit Primer. Healthy Glow staat erop. Het is ook echt een glowy primer. En ik vind deze heel fijn voor mensen met een droge huid. Het brengt ook een beetje glow op je gezicht. Of ja, best wel veel glow eigenlijk. En ik vind dat heel erg fijn. Nou, dan foundation. Voor een droge huid is de ideale finish van een foundation dewy. Dus een beetje glanzend. Die is in principe het beste voor een droge huid. Betekent niet dat je een normale of een matte foundation niet kunt gebruiken. Ik hou persoonlijk heel veel van matte foundations. Ondanks mijn droge huid. Maar als je je huid zo prept als hoe ik bijvoorbeeld vandaag heb gedaan. Dan is je huid gehydrateerd genoeg om alsnog een matte foundation aan te gaan brengen. Ga ik vandaag niet doen. Ik ga gewoon vandaag een vrij normale, naturel finish foundation aanbrengen. Ik gebruik de L'Oreal Infallible Foundation in de kleur 235 Mil Honey. Ik hoop dat de kleur goed is, want hij zat in de la waarin ik alle foundations doe met een kleur die niet goed is. Maar ik ben nou iets donkerder, dus ik denk dat hij nou wel gaat matchen met mijn huid. Want ik had hem in die la gedaan omdat hij volgens mij te donker was. Maar je girl is nou ietsje donkerder. Je girl heeft een tan. Deze foundation is dus niet dewy en ook niet mat. Het is gewoon een normale, naturel finish foundation. Die dus gewoon geschikt is voor elke huid. En ik breng hem aan met mijn beauty blender. Ik maak, by the way, mijn beauty blenders altijd vochtig. Ik vertel dat nooit in de video. Maar ze zijn altijd al vochtig gemaakt met een beetje kraanwater. Nou, zoals je kunt zien, mijn gezicht is mooi glanzend, dewy. Het is een hele naturel glow. Dat komt ook vooral door de primer. Dus dit ziet er echt heel gezond en gehydrateerd uit. Voor concealer gebruik ik de Maybelline Fit Me Concealer in de kleur 20. Ook dit is een beetje een substantie, net als de foundation. Het is een hele naturel finish concealer. Ideaal voor elke huid eigenlijk. En dit blend ik dan weer in met mijn beauty blender. Om mijn gezicht te baken gebruik ik de Revolution Lace Bake. Ook dit is weer een hele betaalbare losse poeder. Mijn gezicht is nou echt gehydrateerd genoeg om te baken. Is jouw gezicht dat nou niet en is het toch nog iets te droog? Doe dan vooral niet baken. Pak gewoon een beetje poeder en een kwast en breng het gewoon heel zachtjes aan onder je ogen. Alleen maar zodat je concealer niet creased en klaar. Want anders wordt het misschien too much. Ik breng nou ook niet te veel aan zoals je kunt zien. Ik heb niet echt gebaked. Ik heb gewoon een beetje poeder gepakt en ik druk het gewoon zo in de huid. Op de plekken waar ik concealer heb gedaan. Omdat het gewoon anders echt gaat creasen. En dat is niet mooi. Dus je moet altijd wel een beetje poeder aanbrengen op je plekken waar je concealer hebt gedaan. En that's it. Ik heb echt alleen poeder aangebracht op de plekken waar concealer zit. Voor de rest heb ik geen poeder aangebracht.
Want mensen met een droge huid hoeven niet te veel poeder aan te brengen. Dat is weer ons geluk. Ik ga ook mijn gezicht contouren met de Ethos contourpoeder in de kleur Light Medium. Deze contourpoeder van de Ethos is zo fijn, mensen. Ik gebruik hem echt al zo lang. Het is echt de perfecte kleur geworden. En het is niet too much. Het is gewoon mooi voor een klein beetje contour zonder dat het echt helemaal zo heftig contour wordt. En je hebt hem in twee kleuren. De kleur die ik heb is de lichtste kleur. En dan mijn contour een beetje uitblenden. Want we kunnen het niet zo als een streep op mijn neus laten. Nou, dan ook een beetje bronzer. Ik gebruik de Ethos Sunkist Effect Bronzing Powder. Ik heb hem in de kleur Sunkist. Dat is gewoon de kleur, denk ik. En dan ga ik hiermee een beetje mijn gezicht bronzen. Want ik ben toch iets te blekerig nou. Blekerig, is dat een woord? Ik ben iets te bleek, vind ik. En mensen met een droge huid, onthoud altijd, poeder is onze vijand. Dus breng het zo min mogelijk aan als kan. Ik doe altijd best wel veel, maar ja, voor mensen die dat niet echt kunnen hebben, die echt een veel te droge huid hebben, breng poeder altijd maar heel lichtjes aan. Dus blush, bronzer, baking, alles wat gewoon een poeder is, breng het gewoon niet te veel aan. Als blush gebruik ik de Catrice Light and Shadow Contouring Blush. Ik heb hem in de kleur 010 Bronze Me Up Scuddy. Hele aparte naam. Het is een beetje een donkere paarsige kleur. En die breng ik een beetje hier aan om een beetje kleur terug te brengen in mijn gezicht. Nou, qua blush, highlighter, dat soort dingen heb je ook altijd een cream variant. Cream producten zijn ook heel fijn als je een droge huid hebt. Ik gebruik over het algemeen poeder omdat ik dat gewoon fijner vind. Maar ik heb hier wel een hele aparte, maar hele fijne highlighter. En dat is de Catrice Jelly Highlighter. Normaal ben ik niet zo van de liquids en de jelly dingen, maar deze is echt heel mooi. Het is een hele lichte roze kleur. Het is de kleur Flash Light. En dan pak ik gewoon een beetje met mijn vinger en dan breng ik het aan op de plek waar ik highlighten wil. En dan met een droge, schone vinger blend ik het gewoon zo in de huid. Ik druk erop. Je moet absoluut niet vegen, anders ga je je hele make-up eronder wegvegen. Kijk, dan heb je zo'n mooie glow. En dan kun je met wat er nog een beetje op de spons zit ook een beetje hier bij je voorhoofd aanbrengen. Dan de lippen. Ik ga even dit eraf halen. Want als ik hier nou iets op aanbreng, dan beïnvloedt dat de structuur van het product wat ik ga aanbrengen. Als je dus iets van een matte lipstick of zo wilt aanbrengen, maar je hebt altijd hele droge lippen. En je wilt wel dat je lippen gehydrateerd zijn, maar niet dat ze zo balmy zijn. Want dan wordt de matte lipstick ook niet mat, want die wordt dan een beetje glanzend. Wat je kunt doen is een oogcreme aanbrengen op je lippen. Dat kan echt iedere oogcreme zijn. Breng die gewoon zo aan op je lippen. En hiermee hydrateer je je lippen zonder dat je lippen zo glanzend en plakkerig worden. Ik had deze tip gezien bij Sove Does Nails en ik dacht bij mijn eigen, ik ga dit proberen. En het had echt nut, dus ja. Kijk, nou zijn ze gewoon droog, niet nat, niet plakkerig, maar wel gehydrateerd. Voor de lippen ga ik de Essence This Is Me Nude Lipstick opdoen. Dit is zo'n stick lipstick. En hier zit shea butter in, dus hij is echt super fijn voor ook droge lippen. Ook een belangrijke stap is fixing spray. Fixing spray is echt het product om het poederige en de droogheden op je gezicht weg te krijgen. Ik gebruik vandaag de Essence You Better Work Gym Fixing Spray. Oké, dan zijn we klaar met de huid. Dit is dus een beetje het ritueel die ik aanhoud voor een droge huid. Ik ga even snel mijn ogen doen en dan kom ik zo bij jullie terug. Nou mensen, dit was dan de video. Ik ben nou helemaal opgemaakt. Ik hoop dat jullie iets hebben gehad aan deze tips en tricks in verband met een droge huid. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren door hier op mijn hoofd te klikken. Ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!